Wenda Dof, stadssocioloog. Welkom, fijn dat je er bent. Jij bent expert in communities en thuisgevoel. Kun je ons vertellen waarom dat communitygevoel zo belangrijk is en wat we daaraan kunnen doen? Architectuur lijkt natuurlijk wel een afproduct, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. En na de oplevering van een project, ook jouw project, hè, komen er mensen wonen en werken en recreëren. En dan gaat het pas echt leven. En mensen eigenen dan die ruimte toe en die eigenen die geplande stad toe. En dat eigen maken, dat toe-eigenen, dat is een wezenlijk proces in het thuis maken. En thuis voelen en thuis zijn is weer een wezenlijk aspect van het mens zijn. Want het heeft een hele grote invloed op je welbevinden en je geluksgevoel. En eigenlijk wel paradoxaal genoeg is dat thuisvoelen nog belangrijker in een wereld waarin afstanden er minder toe doen en plaatsen schijnbaar inwisselbaar zijn. We leven in een fluïde en een onzekere wereld, een complexe wereld. En dan is die zoektocht naar een thuis nog belangrijker. Hoe kunnen we zorgen dat het communitygevoel er is? Dat we tot een groep horen, ja. Dat we ons thuis voelen? Ja, we weten dat het eigenlijk best wel lastig te sturen is. Maar we weten ook dat er een aantal bouwstenen van thuisgevoel zijn waarop planners, architecten en anderen invloed kunnen uitoefenen. Wat heel erg helpt bij thuisvoelen is voorspelbaarheid en herkenbaarheid. Zijn de mensen om mij heen een beetje zoals ik? Hebben ze dezelfde waarden? Kan ik hun gedrag inschatten? Wat ook heel erg belangrijk is voor thuisgevoel is zeggenschap. En een gevoeld eigenaarschap. Als jij kiest voor waar je gaat wonen, dan heeft dat een positieve invloed op het gevoel dat je er ook hoort en dat het ook jouw plek is. En ook als je ergens woont, dan is zeggenschap over die verdere inrichting van de omgeving is ook belangrijk. Dus op zo'n manier kan je daarop inspelen. Maar daar kom ik eigenlijk ook nog wel bij een ander thema wat sociologen heel erg interessant vinden. Ja. Namelijk ongelijkheid. Ja. Want niet iedereen heeft die keuzevrijheid. Of nou, in ieder geval de een heeft wat meer te kiezen dan de ander. Ja. En voor sommige mensen zijn veranderingen in bijvoorbeeld een buurt zijn bedreigend. Omdat ze het gevoel hebben dat ze daar geen controle over hebben. En dat het iets is wat op hen afkomt en wat hun overkomt. Dus daar zit een verschil in. En kijk, een socioloog Mike Savage, die deed onderzoek naar middeninkomens die zich in buurten vestigen, minder welgestelde buurten. En die zag dat die middeninkomens zich heel erg sterk verbonden voelden met die plek. En ze gebruikten daarbij dat narratief van keuze. Van we hebben hiervoor gekozen en het is onze plek. En hij noemt dat elective belonging, dus gekozen verbindenis. Maar andere onderzoekers die gaven aan van, ja oké, ze voelen zich wel heel erg verbonden met die buurt. Maar ze zijn eigenlijk niet heel erg betrokken, dus ze mengen niet echt. Ja. En dat noemen ze dan selective belonging. Ja. Dus je binding met die buurt en misschien ook wel je thuisgevoel is selectief. Dat geeft maar aan eigenlijk dat bij dat toe-eigenen van die ruimte en het toe-eigenen van die geplande stad, dat daar verschillende belangen bij spelen en verschillende posities. En het is dus een hele interessante opgave, denk ik, voor planners en stedenbouwkundigen en architecten, om te kijken hoe je dan kan bijdragen aan, of het faciliteren aan die inclusieve stad. Dus dat iedereen inderdaad een plek heeft in de stad. En dat ze ook, dat is een belangrijke voorwaarde om een community te vormen. Ja, want wat wij hebben gemerkt als architecten dan, als we heel uitgesproken gebouwen maken, of Phoenix of Sawa, dat er een bepaald soort mensen, het zijn wel allemaal verschillende mensen hoor, maar wel met dezelfde mindset op afkomen. Ja. Maar die inclusiviteit moet je echt van bovenaf organiseren, dat gaat niet vanzelf.
Nee, ja, kijk, jij selecteert natuurlijk al vooraf op wat voor mensen er komen. En dat doe je op basis van inderdaad prijs, maar ook leefstijl. Dus wat jij net presenteerde over die waarde eigenlijk die je hebt bedacht. Ja. Nou, daar trek je natuurlijk ook eenzelfde soort groep mensen mee aan. Maar die kan nog wel divers zijn in inkomen of andere afkomst. Maar dan zijn die waarden, zal ik zeggen, het gedeelde. En daar bouw je je community op. En ook belangrijk, dus hoe je verder het gebouw inricht met die ontmoetingsplekken. Dat is vanuit de sociologie ook wel bekend. Wil je meer interactie en meer publieke vertrouwdheid hebben in buurten, moet je ook zorgen voor ontmoetingsplekken in de buurt. Dus parkjes bijvoorbeeld. Over gebouwen zelf, ontmoetingsplekken. Ik ben altijd erg voorstander van de galerij. Ja. De vermaledijde galerij, die erg onpopulair is geworden. Ja. Maar trouwens, hier zitten in Rotterdam, het centrum, hele mooie oost-west-flats staan van de lijnbaan met hele mooie galerijen. Ja. Waarom is die galerij nou eigenlijk niet zo populair meer? Weet je, heb jij een vermoeden? Ik heb er zelf ook gewoond op de Bergweg, flat. Ja, dat is heel mooi. Die galerij zorgt er juist wel voor, tenminste bij ons dan, dat je daar, dat is dan zeg je ontmoetingsruimte. Dus de mensen op je galerij, die ken je. Ja. En dan verder kom je dan nog wel een trappengat mensen van andere verdiepingen tegen. Dus dat is ook weer een collectief gedeeld ding. Maar ja, je galerij is eigenlijk voor een flatbewoner is je galerij, je straat. En dat gaat, de stoep is het meest dichtbij. En dan heb je de straat waar je je thuis wilt voelen. En waar je verbinding wil opzoeken met de mensen die daar ook wonen. Ja, dus het is niet zozeer, zal ik maar zeggen, de galerij die het hem doet. Maar het is meer hoe je hem inricht, denk ik. Daar kan je aan werken. En de mensen kennen op je galerij. Dat is wel een beetje wel belangrijk, denk ik. Dus het moet niet oneindige lange galerijen zijn. Ja. Waarbij het dat je mensen kan plaatsen, zei ik al, voor het thuisgevoel is het belangrijk dat je weet van oké, dat mensen een beetje hetzelfde zijn zoals jij. Ja. Niet qua achtergrond of zo, maar dat je in ieder geval weet dat je kan inschatten hoe iemand reageert bijvoorbeeld. En dat je ook iets durft te zeggen tegen mensen als je iets niet zint. Ja, dat is wel een belangrijk voorwaarde. Dat je ook iets durft te zeggen zonder met veel ellende achter te blijven. Zeker. Ja. Dus in de Engelse term heet dat collective efficacy. En in het Nederlands noem je dat collectieve zelfredzaamheid. Dus dat je met elkaar, dat je iemand er durft op aan te spreken als die chipsaks op de grond gooit. Dat je daar iets van durft te zeggen. Ja. Maar dan is ook het beheer van het gebouw heel belangrijk. Hè? Dat eigenaarschap, wat je het over had, is heel belangrijk. Ja. Dan is eigenlijk de VVE, wat een beetje duf en een beetje saai klinkt, is eigenlijk misschien wel een heel belangrijk instrument om die mensen te verbonden te laten voelen met dat gebouw weer, of niet? Ja, inderdaad, beheer. Dus ik denk dat er heel snel, en na heel veel discussies binnen de sociale huursector en zo, dan wordt heel snel naar sloop, werd er heel snel gegrepen of herstructurering. En ik denk meerdere collega's hebben gezegd van je moet eigenlijk ook gewoon echt inzetten op dat beheer. En dat kan bij koopwoningen in de vorm van een VVE. Ja, en ik vind het ook, wat jij vertelde net bij de lunch over dat de VVE van Sawa, dat dan waarschijnlijk voor het grootste deel echt de bewoners zijn. Dat is ook dus heel belangrijk, dat je het gevoel hebt, dat je zeggenschap hebt over dat gebouw. Ja. En niet dat dan achteraf blijkt dat je niet de meerderheid van de stem hebt als bewoners. Bijvoorbeeld. Dus dat is ook goed geregeld, dan moet je wel doorkrijgen. Dankjewel. Participatie, een woord wat een containerbegrip is. Wat ze zeggen, we moeten de buurt informeren. De anderen zeggen, we moeten de buurt vooral niet te veel betrekken, want het wil alleen maar tegen je werken. Dat is natuurlijk wel een heel belangrijk verhaal over eigenaarschap en iets toestaan, een verandering binnen je gemeenschap dulden. Hè? Dat wordt toch nog niet helemaal perfect uitgevoerd tijd. Zeker. Ik denk dat is natuurlijk ook een transitie. Hè? Dat kost tijd en dat gaat. Ja, ik zit veel in het onderzoek bijvoorbeeld over veerkracht. Hè? Dus dat is ook bottom-up en waar heel erg de nadruk ligt op zeggenschap van bewoners. En dat is altijd vaak in relatie met de overheid, de lokale overheid. En
En het nieuwe paradigma is eigenlijk die responsieve overheid, dat die veel beter luistert naar bewoners. Nou, je zou kunnen zeggen dat je een responsieve architect hebt of een responsieve planner. Dus daar is wel absoluut aandacht voor. Maar natuurlijk is dat soms spannend, hè? Want je moet soms je traditionele rol achter je laten en dat is niet altijd even makkelijk. Nee, nee. Maar praten... ik zie daar wel verandering in. Gelukkig, dus, ja. En praten over veerkracht, eigenaarschap en community forming is dan een belangrijk onderdeel in, denk ik. Wat zijn je middelen als ontwerper om die community en die inclusiviteit vooruit te helpen? Ja, kijk, het is als socioloog altijd minder makkelijk om tips daarover te geven, omdat de mens best wel lastig is. Een mens is lastiger dan als we praten over cement of hout. Omdat een mens nou eenmaal een eigen wil heeft en dingen doet. En wat lastig te sturen is. Maar ik denk dat we het er wel over hebben gehad. Hè? Dus als je van tevoren goed nadenkt. Als je inclusief wil zijn, nou ja, dan vind ik het dus inderdaad mooi dat zo'n gebouw voor een deel bereikbaar is voor in ieder geval middeninkomens. Ik weet niet of het echt de lage inkomens is, maar jij had het over een huur van 700 tot 1000 euro. Ja, nou, als er dus 50 woningen beschikbaar zijn van de... De helft, ja, ongeveer de helft. Nou ja, goed, dan stuur je daar dus heel erg duidelijk op. Ja. Dus dat is absoluut een instrument. Verder, wat ik eigenlijk ook al zei, die ontmoetingsruimtes, als je die biedt, dan faciliteer je dus de mogelijkheid om bij elkaar te komen. En het hoeft niet, maar het kan wel. Ja. Dus daarmee kan je ook verbindingen leggen tussen mensen. Wie weet, we hebben in de sociologie vaak over sterke bindingen en zwakke bindingen. Dus zwakke bindingen is met mensen waar je eigenlijk in de regel niet direct mee omgaat. Nou ja, misschien komen daar hele mooie zwakke bindingen tot stand. Alleen ja, je weet het niet. Je moet het gaan proberen. Nou ja, dat is toch heel goed. Het faciliteren van ontmoetingen is een belangrijk ontwerpinstrument, denk ik. In verschillende, wat we heel vaak vertellen eigenlijk is ook naar kinderen toe, is dat we zeggen, kijk, de eerste plek van een kind is de wieg en de kamer, de woonkamer. Maar die galerij en dat dek wat tussen straat en huis in zit, dat zijn een soort gebiedsjes, gebiedveroveringetjes, die compact zijn, die ze kunnen aankunnen. Ja, precies. En daar kijken we altijd naar of er wel een soort zonnetjes zijn waarin dat die veiligheid, dat veiligheidsgevoel... Ja, nou ja, precies. Dat onderzoek over de stoep, hè, gaat over inderdaad dat je zo dicht mogelijk je eigen huis kan je inrichten zoals je wil. En dat zie je ook heel vaak in... was dat nou, van wie was dat onderzoek? Nou, weet ik niet meer. Maar dat zag je in zogenaamde achterstandswijken, dat eigenlijk de mensen in eigen woning echt als paleisjes hadden gemaakt. En trouwens heb ik ook zelf al gezien, ik deed veel interviews in Moerwijk bijvoorbeeld. En dan kwamen bij mensen binnen en die voelden zich heel erg onveilig in die buurt. Maar ze hadden eigen woning, precies gemaakt zoals zij wilden. Gewoon kasteeltjes of prachtig ingericht. Nou ja, daar hebben mensen zeggenschap over, daar hebben ze controle over. Op het moment dat ze uitstappen, dan begint die controle al af te nemen. Dus je hebt de collectieve ruimtes waar je wat mee kan doen. Ik bijvoorbeeld het thuismakerscollectief was vroeger aan verbonden, die experimenteert ook met van die de flats, de gebouwen met die collectieve ruimtes. Die staan vaak leeg, voormalige bejaardenhuizen en zo. En die experimenteren daarmee en dan zetten ze de dingen in, laten ze mensen samen dingen doen. En ze zien significant, zien ze de geborgenheid toenemen voor mensen, dus het thuisgevoel toenemen. En dus ook hun woonwaardering. En dat zijn dus manieren om met ruimtelijke ingrepen toch sociale uitkomsten te krijgen. Zou het dan kunnen betekenen dat als je meer collectieve ruimte geeft, waar mensen met diezelfde mindset zich kunnen verbinden, dat dat beter is voor het thuisgevoel, dat je overal schuttingen neerzet? Ja, dat lijkt me een beetje een retorische vraag, hè? Ja, terwijl half Nederland met schuddingen eruit ziet, hè? Ik bedoel, dat is even... Zo. Ja, nee, dat is waar. Je moet inderdaad mensen hebben die hun thuisgevoel willen vergroten, hè? Dus niet alleen in hun eigen huis en haard. Ja. En daar verschillen mensen natuurlijk inderdaad in. Sommige mensen willen gewoon niks met hun buren te maken hebben. Nee. Klopt.
Dus dat zal voor iedereen anders zijn. Ja. Ja, het is maar goed dat er heel veel verschillende mensen in heel verschillende buurten en gebouwen zijn. Ja, precies. Ja. Genoeg te onderzoeken. Ja. De gebouwen die in Rotterdam maken, zijn meestal stoere gebouwen. Omdat wat ik zelf vind, dat Rotterdam een stoere stad is. En de mensen die er gaan wonen, vind ik ook dat het gevoel moeten kunnen krijgen. Hè. Je mag zelf kiezen of je wil wonen of niet. Bijvoorbeeld, het Schiecentraal is een mega groot gebouw, het is een havenschaal. Ik vind het belangrijk. Maar Amsterdam is misschien wel belangrijker dat je in een kleine ruimte woont, een heel klein hutje. Maar bij Amsterdam hoort in het hele netwerk van mensen een ander soort gevoel. En ik denk wel, steden kan je daar ook wel aan aflezen hoor. Ik vind wel dat sommige dingen specifiek Amsterdamse zijn. Het is natuurlijk, er zit natuurlijk een heel grote overlap in. En sommige dingen misschien wel Rotterdamse of Den Haagse zijn of Utrechtse zijn. Het erbij horen bij een stad heeft best wel een. Kan je best wel iets mee doen. Mensen voelen zich meer Rotterdammer vaak dan Nederlander bijvoorbeeld. Hè? Dus zeker mensen met een niet-westerse achtergrond volgens mij. Was er, ja. Dus. En over dat toegang eigenlijk. Want wat zo nieuwsgierig is, die toegang nou tot het gebouw ook voor de mensen die er omheen wonen. Is het ook toegankelijk? Dus bijvoorbeeld die moestuin. Ja. Overdag wel. Mogen mensen ook van de buurt dan bij die moestuin komen? Nou, sterker nog, in Saba hebben we. Nou ja, ik woon daar in die buurt, dus ik weet heel veel van de buurt af. En Mieke, die was bestuurslid van een tuin die daar op de pier in volle grond een moestuin maakte, die best groot is. En die is uiteindelijk dan heel veel verschuiven na de crisis uiteindelijk een vaste plek heeft gekregen. Maar we zeggen, nou, we gaan aan het begin van die tuin maken we een trap omhoog naar de moestuin opgetild bij ons. Dat die twee wel met elkaar verbonden zijn. Mm-hmm. Dat is wel een belangrijk uitgangspunt geweest. Okay. En zo hebben we nog meer dingen die daar zijn gewoon omarmd. Dus je hoeft geen pasje te hebben om dadelijk het samengebouw in te komen? Nou, niet op het dek in ieder geval. Nee. Ja. Okay. Nou, wij waren allebei benieuwd inderdaad. Dat, met zo'n gebouw selecteer je op voorhand wie er komt wonen, omdat je bepaalde mensen aanspreekt. Maar als er nou nog veel meer mensen komen, hoe ga je dan selecteren? Ja, dus wat wordt de rangordecriterium? Ja, dat vroeg ik aan de makelaar. Ja. En die zei, wie het eerst komt, eerst maalt, zei hij. Okay. Maar dan weet ik niet of het zo is. Wat we nu doen is, bijvoorbeeld waren nu 6 mensen als soort pioniers in het gebouw. Om te onderzoeken hoe het gebouw werkt. Of het überhaupt wel werkt, wat we allemaal bedacht hebben. Want dat kunnen wij wel bedenken, maar die mensen die er gaan wonen. Weet je, die moeten toch de eigenaar daarvan worden. En die mensen hebben we wel impliciet, niet expliciet, gevraagd naar een motivatie. Waarom zou je daar willen wonen? En we gaan wel kijken of die mensen, en dat blijft natuurlijk allemaal heel grijs en heel ingewikkeld, of die mensen complementair aan elkaar zijn. Oh ja, okay. Dat willen we wel een gemengd. Complementair. Ja, complementair. Van wat je doet of van wat je. Nou ja, wat je waardes zijn. Nou ja, weet je, wat we nu zien is dat heel veel wat oudere mensen. Die hebben allemaal overwaarde in woningen. Die willen allemaal in de stad wonen, of heel veel willen in de stad wonen, laten we het zo zeggen. Er zie je daar heel veel aanbod van of vraag van die mensen naar dit soort huizen. Je kan er zo een gebouw mee vullen. Okay. Maar de vraag is wat Piet zelf vertelde met het ecosysteem. Of het nou handig is als je daar allemaal 70-jarige mensen in zet. Ik zeg maar even heel simpel. Over 30 jaar, en God mag het verhoeden, zijn al die mensen dood. Maar dat is gewoon zo. Dat is gewoon een onderdeel van het leven. Ja. En dan staat het hele gebouw leeg en dan moeten er weer nieuwe mensen in komen. Het is veel slimmer als je iets wil vertellen met gebouwen en iets in stand wil houden, om een soort mix te maken van leeftijden. Een weerbaar ecologisch systeem. We staan daar iets anders tegenover dan wie eerst komt, eerst maalt. Laten we dat voorstellen als ontwikkelaar. Tegelijkertijd hebben we ook aan de belegger gevraagd, als in een huurwoning, dat hij daar laat zien dat hij een diversiteitsbeleid heeft. En dat het ook een afspiegeling is, de huurders dan van die koop van die huurwoningen, afspiegeling is van de Rotterdamse bevolkingssamenstelling. Dus we kijken wel zoveel mogelijk naar inclusiviteit. Maar door een product aan te bieden wat helemaal van hout is, sluit er al heel veel mensen uit. Want de een houdt helemaal misschien niet van hout en die wil een betonnen gebouw hebben. Ja. Ja, weet je, alles wat je doet sluit heel veel mensen in en heel veel mensen uit. Alleen het zoveel mogelijk beschikbaar maken, transparant maken en bespreekbaar maken. Want dat is denk ik het belangrijkste is. Dat is onderdeel. Als we dat doen, Dan zijn we best wel goed bezig. Maar ja, uiteindelijk, ik denk, we hebben nu al 3500 geïnteresseerden. Dan hebben we maar 50 woningen te verkopen. Ik denk dat we half Rotterdam moeten volbouwen met het gebouw. Nou, heel fijn. Ja, dank je wel. Oké, graag gedaan.